dit bed gaat helemaal weg. Dat was allemaal het bed. Maar omdat mama er niet meer is, zodat jullie wel weten, hoeft dat bed er ook niet meer te staan. En daarmee dat we dat bed nu afbreken, zoals jullie kunnen zien, ziet het er zo uit. Misschien nog wat meer op het kast doen, dat is wel goed. Dus dat zijn we nu aan het doen eigenlijk. We moeten zo vrij makkelijk bed om uit elkaar te vijzen. En ook ja, ik zeg dat als dat niet kon, dat ook gemakkelijk uit elkaar kunnen springen. Want ja, dat mama er ook niet heeft geslapen, ze wonen op zich. Want ja, het is gewoon ja, krabak eigenlijk. Hè, ja. Het is niet dat het stevig stond, maar als moeder kon erin liggen, dat was het voornaamste. Hè. De bedoeling is om alles naar de garage te brengen. Dan dit bed van Enzo, staat hij laag genoeg, denk ik, zijn matras en alles. En dan komt dat bed van Enzo komt dan eigenlijk hier te staan. Dat is de bedoeling eigenlijk, ongeveer nu. Waar die Like Me posters staan eigenlijk en de vijver. Die van de vijver gaat waarschijnlijk af. Ik ga er dus niet veel zeggen, want anders is de... En Like Me ga ik gewoon ja, ook wat hoger hangen dan. Ja, Campus 12, die kent hem, dat is niet zo'n probleem. Maar het komt echt wel tot de bedoeling om hier echt wel een kinderkamer van te maken. Dus dat is de bedoeling. Maar de vijver ga ik afhalen. En die gaat, die persoon die gaat kijken, weet al waar hij naartoe gaat. Die posters maken niet zoveel uit, omdat die er gewoon hangen en ik kan daar niet aan. Dat is eigenlijk een beetje de bedoeling eigenlijk, om een goede kinderkamer van te maken. Tips mogen nog altijd onder in de comments. Dus laat me even weten. Dus hij is nu die poot, zoals je kunt zien, die poot daar aan het proberen uit te doen. Maar dat gaat dus niet. En ja, ik... Ja, we zijn er al, ik ben er eigenlijk wel mee bezig met deze bed sinds, ja, wanneer was het? Juni? Nee, het zal iets in mei geweest zijn. Of ja, in ieder geval al heel lang. Om die poot eigenlijk, met die planken is geen probleem. Ik zeg het, ik heb die er nog zelfs aangeklikt en zo. Maar het is echt een miserie, het bed. Ja, ik zeg het, de weegschaal is toch kapot, dus... Maakt niet zoveel uit. Hè? En dan komt... ja, dan gaan we heel die kamer hier gewoon mooi veranderen. Voor zijn kerstmis en nieuwjaar eigenlijk een beetje, ja. Ja, maar ik ook zoiets had, wat moet ik die kleine nog kopen? Dat is goed dat je nog terugkomt. Maar ik weet soms niet goed wat meer. Dat is goed. Ik heb er ook nog een zaak liggen normaal, hè. Omdat... Ja, ik had zoiets van, ja, wat moet je dat kind schenken? Speelgoed. Sinterklaas heeft al heel veel speelgoed gebracht. Bij hem thuis kleren waar ze uitgroeien, waar hij dan uiteindelijk ook geen plezier van heeft. En toen dacht ik zo van ja, waarom die kamer niet inrichten op maat van hun, alleen van hem dus. En ik dacht dat is misschien wel een goede. Het was toch iets kittes die voor je lege vliegste zijn. Dus dat komt zeker en vast in orde. Ik ga dat ook promoten. Goedenavond, Steven. Dus hier, voilà, hier zit hem dan op zijn knie. Wil je mij betrouwen? Oh nee, dat zal niet gaan. Allemaal goed jullie oortjes dicht. Zat er geen datum op, hoe lang het al oud is? Is er echt een sticker op zo? Dat is een sticker. Amai. Ja, maar ja, dus het verschil tussen een laddenbodem van nu en een laddenbodem van toen wij nog jong waren. Ja, niet dat ik in oud is, maar verstaat. Eh, dat ziet er dan zo uit. Veel meer kwaliteit. Eigenlijk in principe, want dit, dat is echt ijzer. Hoor maar. En dat is echt... De klokjes zijn er ook bij. Ik moest daar ontdekt al naar zoenen geweest. Ja, hier kan het kloppen. Dus we gaan alles creëren. Hè.
moet wat voorover hebben en voor je zoon. Is toch waar? In een paar jaar kan hij dat zelf. En dan komt hij hier wat helpen. Hè. Dan mag hij echt, als hij wat ouder is, bijvoorbeeld 7 jaar of zo, 8, 9 jaar, mag hij echt zijn kamer creëren. Maar nu niet. Want ja, nu is het al een beetje moeilijk. Ik kan nog niet echt zeggen wat we... Wacht, ik zal eens kijken in de zak. Hij heeft er altijd zo'n hele zak mee, dus... Dit is zijn zak. Een platte. Ja, dit is een platte. Moest dat de kleine of een grote zijn, dat is een platte. De kleine is al gelijk als het mijn machist. Oké. En dan moet mijn schroeven draaien, alstublieft. Die schroeven draaien. Dat is wel. Want hij laat vast. En dan zie ik mijn schroeven doen. En dan aan het bed. Ik gooi ook niet alles weg dat van mama is, sowieso niet. Maar ja, wel dingen die praktisch zijn die we nu kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld dit bed, kunnen we niet meer gebruiken. Dan is dat natuurlijk iets anders. Dus daarmee dat we dat zo doen, eigenlijk. Ik kijk ook altijd waar ik kan later de klein nog gebruiken, wat niet. En dan is de keuze erop gemaakt. Tegen wat hij wat groter is, met wie weet wat staat er dan allemaal eigenlijk. Dan, dus, ja. Daarmee dat ik nu eigenlijk zoiets had van, laten we dit gewoon wegdoen. Als hij straks thuis komt met een blauw oog. Ja, dat is goed. Ik heb telefoon. Ze belt al. De Kenny en ik hebben de kamer helemaal mooi gemaakt. Ik zeg het, de kamer is nog niet helemaal klaar. De kamer moet nog heel veel inrichting krijgen. Maar wat er nu al gebeurd is, vind ik echt super leuk. Wat moet er nog zo gebeuren? Bijvoorbeeld, er moeten nu nog posters gehangen worden. Er moet ook nog, bed moet ook nog anders gezet worden. Zo, of het bij staal moet ook nog kijken hoe reageert Enzo daarop. Zetten we het bed zo? Of zetten we het bedje zo? Gaan we het bedje in de ene kant zetten aan de andere kant? Wat we zeker al weten is dat de kast blijft staan. Die kast staat dan genoeg. Hoe gaan we het allemaal een beetje inrichten dat het een beetje een kinderkamer wordt? Dat is ook altijd mama haar kamer geweest. Dus het is een beetje zoeken van hoe gaan we aanpakken? Gaan we dat... hoe gaan we... dat een beetje doen. En dat is wat we nu een beetje eigenlijk aan het zoeken zijn. Dus de stips hieronder mag altijd, maar het komt er vast en zeker. Vonden jullie dit een leuke video? Dan zeker een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En natuurlijk moet de kinderkamer nog een beetje verder worden ingericht. Die is nog niet helemaal klaar. Maar ik beloof vanaf het klaar is dat jullie zeker en vast een rondleiding krijgen. En het zal een goede rondleiding zijn. Dus nog eventjes daarmee wachten. Maar er komt vast en zeker een rondleiding op de kamer. Maar er moet nog poses gaan worden. We moeten ook nog nadenken over de inrichting. Gaan we het bed zo zetten of niet? Dus er zijn nog heel veel aspecten die we nog moeten nabekijken. Maar ik ben wel blij dat Kenny komen helpen is. Dus hopelijk vond je het een leuke vlog.